De Javanen zijn inderdaad de laatst aangekomen groep in Suriname. Gelokt door het handgeld, de lonen, het avontuur, vertrekken ze bepakt en gezakt met bijna niets uit Midden-Java naar Paramaribo. Als angstvallig van de andere gescheiden groep gaan ze naar de plantages, nu de Creolen het liefst naar de stad en de Hindoestanen steeds meer naar eigen bedrijfjes trekken. Eerst gaat het in optocht van de boot naar het koeliedepot en daarna naar het platteland en de plantages. Op deze bijna 70 jaar oude film is nog te zien hoe arbeidsintensief het werk op bijvoorbeeld een koffieplantage was. Nog één keer probeert men, door de import van Javanen, de plantagelandbouw weer tot bloei te brengen. Die bloei waarvan de vruchten altijd bij de administrateurs en de eigenaren terechtkwamen als winst. De arbeiders, negerslaven, Hindoestanen, Javanen, hebben in die winst nooit gedeeld. Voor hen is er van plantagebloei nooit sprake geweest. Invloed op het bestuur kunnen ze als bezitlozen tot 1948 toe niet uitoefenen. Alleen wie al veel bezit, heeft bijvoorbeeld kiesrecht. De rijke kan uitrijden om zijn politiek gezag te laten voelen. Maar echte invloed hebben ook deze gezellige blanke picknickers niet. Ten slotte is er nog altijd het machtige, nee-zeggende